Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 2 van de Eredivisie, maar eerst gaan we kijken naar de Europese wedstrijden. FC Twente, Salzburg werd 3-3, wat betekent dat Twente is uitgeschakeld in het kwalificeren voor de Champions League en gaan dus de Europa League in. Ajax verloor met 0-1, maar wonnen wel naar penalties, wat betekent dat die naar de volgende ronde voor de kwalificatie van de Europa League gaan. In de Eredivisie zijn de volgende uitslagen gevallen. Fortuna Almere werd 3-0, Heerenveen Utrecht werd 1-1, FC Twente Sparta werd ook 1-1, AZ Dordt met 1-0 van NEC, RKC tegen FC Groningen werd 1-2, Heracles PSV werd 1-3, PEC Zwolle tegen Feyenoord werd 1-5, Willem II won met 2-0 van Go Ahead Eagles en NAC Breda won verrassend met 2-1 van Ajax. Dan is dit op dit moment de ranglijst. PSV, Fortuna, Groningen en AZ hebben 6 punten. Feyenoord, Willem II, FC Twente en FC Utrecht hebben 4 punten. Ajax en NAC hebben allebei 3 punten. Sparta op de 11e plek met 2 punten. Heerenveen en Heracles hebben 1 punt. En onderaan staan NEC, Almere, Go Ahead Eagles, RKC en de PEC Zwolle die nog steeds op hun eerste punt wachten. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. Jarno staat nu bovenaan met 17 punten. Dan komen Koen en Amersfoort Power met 16 punten. Stan, Ruben, Rohan, Brian en Peter hebben allemaal 15 punten. De volledige stand is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. Het linkje staat als het goed is bovenaan. En de weekwinnaars waren Amersfoort Power, Rins en Luc. Gefeliciteerd, goed gedaan. Dan hebben we hier de enige Europese wedstrijd die we deze week gaan voorspellen. Dat is namelijk Jagiellonia Białystok. Tegen Ajax. Ik heb nog nooit van die Poolse club gehoord. En de wedstrijden die we gaan voorspellen voor de Eredivisie. We hebben NEC tegen PEC. Almere City ontvangt PSV. NAC Breda neemt het thuis op tegen FC Utrecht. Groningen een moeilijke wedstrijd tegen AZ. Helaas zijn Ajax, Fortuna en Twente Heerenveen uitgesteld vanwege Europees voetbal. Terwijl Twente niet eens meer hoeft te spelen. Dus dat is echt klinkklare bullshit. Heracles ontvangt Willem II. Sparta neemt het op het kasteel op tegen Rotterdam. Genoot Feyenoord en natuurlijk Go Ahead Eagles als afsluiter tegen RKC. Ik wil u bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag volgende week weer. Adios, amigos.